Welkom bij een nieuwe video van Link te sparen. Het is al heel lang geleden, maar ik maak er een video, want we hebben een nieuwe zadel. Ik ga het zo even passen, maar eerst dit klusje klaar. Dus dat moeten we eerst even opruimen. Zo, opgekast. Nu, overbelicht dat pleintje toch in hier, want ik heb er een beetje... Ik ben daar daaraan blijven hangen met mijn riek, dus dan... Kippertans, dus dan moet ik ook nog even opruimen. En dan ben ik klaar. Zo, dat is opgeruimd, dus nu ga ik Orlando halen. Let's go! Even Orlando's water bijvullen. Ik weet niet of je mij verstaat. Oh, aan de andere kant. Zo, even Orlando's water bijgevuld en die terug daar zetten. Deze poortje toedoen, dat Julleke niet mee kan. Meestal komt Jules afgelopen, maar deze keer niet. Omdat hij van blij is als Orlando terugkomt. Maar deze keer dus niet. En dan gaan we even helemaal terug naar achter voor Orlando te halen. En vanmorgen was ik daar en er was een koeien ontsnapt. Ik zou eens kijken of die al terug binnen is. Ja, in zijn wei is gezet. Ik zou denken van wel, want dat was in de ochtend om 10 uur of zo. En het is nu alweer 4 uur. Maar ja, staat hier even wind. Het is nu alweer 4:30. Dus ik zou denken dat die koe al wel terug binnen is gezet. Dus ja, tot zo. Dit is mijn schatje. En ik zie geen koeien daar meer staan. Dus ik denk dat ze wel binnen zijn gezet. Wat de? Lekker in, denk ik. Ik ga vaak gewoon hier onderdoor, dat is het makkelijkste. Anders moet ik helemaal door die wei en dat is nu gemaaid. Maar meestal staat dat ook best lang. En dan is het niet zo fijn om daar door te lopen. Hallo schatje. Hey, schatje. En nu ga je niet meer in de knof, hè? Ah, toch wel. Nu ga je kijken. Hallo baby. Hallo mijn baby. Ja. Een beetje last van de vliegjes. Waar is jouw vliegending naartoe? Hé, hey, kleine deugenieter dat je zei. Even iets. Oh, daar ligt het. We hebben zo vliegensliertjes. Maar meneertje heeft het volgens mij uitgegooid. Hier. Zijn ze vliegensliertjes. Wat is dit? Ja, en nu gaan ze stilstaan. Kom, we zullen dat eens terug aan doen, hè. De vliegensliertjes zijn terug aan en die loopt weg van mij, die kleine deugen niet. Oh, ho. Hey. Hey. Blijf nou eens staan. Ik ga even deze pakken terug. En die vastmaken. Wacht hoor. Deze hier weer aan vastmaken. Zo. En nu opstappen. Nu is het goed. Kom maar. Nou, wacht, deze poort even openmaken. Dan wil hij vaak ontsnappen. Dan moet ik hem eigenlijk heel snel tegenhouden. Oei. Fuck. Nee. Hey. Ho, ho. Shizzles. Dat ding is in de brandnetels gevallen en er staat stroom op. En ik heb geen zin om hem... Wacht, Orlando, ga eens waar naar achter, want jij mag niet ontsnappen, yes, hè? Ik ga even bij de camera weg. Ik heb gewoon dat krufje gepakt en daarmee in die brandnetels te zitten, ja, pruttelen zal ik zeggen. Nu ga ik opstappen. Ja, dat kan ik niet met één hand, dus dat ga ik even met mijn camera weg doen. Oeh, rustig schatje. Hij heeft er zin in om naar huis te gaan. Ik zit erop, even draven. Oh, rustig. Hé, hey, dat is niet... Ho, ho. Dat was niet draven, dat was galop. Ik kan wel mijn camera niet stil houden. Hé, hey, nee. Draven. Heeft er echt enorm veel zin in. Tuut. Er is iemand aan het tuuten. Hij galopeert steeds. Draaf. Dat is lastig om te filmen, hoor. Maar het is warm. De zon schijnt, dus met lange broeken en lange sokken is best warm. Zijn manen beginnen mooi te groeien, hè? Oh my, ik ben moe. Ik heb maar amper geslapen. Ik heb een beetje nachtmerrie gehad, ook over Orlando.
Dus ik ben blij dat ik hem dan in de ochtend zag. Want ja. Ik denk dat ik hem eerst even hier van achter op de wei ga zetten. En dan ga eten, want mama was eten aan het maken. Dus ja, ik zal wel zien. Of ik zet hem eerst op de wei, of ik ga het zadel eerst even uittesten. Ik ga sowieso rijden. Als het zadel niet past, want dat is van vrienden van ons. Als het zadel niet past, dan ga ik er gewoon niet mee rijden. Want ja, dan doet dat zeer aan zijn rug. En als het zadel wel past, dan ga ik daarmee rijden. En als het zadel niet past, ga ik gewoon met mijn eigen zadel even in de piste rijden. Dus ja. Ja, baby. Hoho. Ik wil hem altijd voor de banden gestopt krijgen. Want ik vind het altijd lastig om daar af te stappen. En dan ga ik hier afstappen. Hoho. Oei. Go. Kom maar. Zo ze. En daar staat een Julekanaal. Nu moet je niet in de stal, schat. Je mag wel even hier op de wei. Hallo, schatje. Hey, baby. Nu mag je hier even op de wei. Kijk, deze dingen staat zelfs open. Hij zou gewoon naar daar kunnen lopen. Doet hij niet, hè. Mijn lievertje doet dat niet, hè. Ik ga nu even vragen naar mama of het eten klaar is. En anders ga ik het zadel opleggen. Zo, ik heb net gegeten en hier ligt het zadel. En nu eerst even Orlando halen. Oh, Jules komt al wel af, hè. Orlando! Orlando, kom! Ik zal hem zelf wel gaan halen, want hij komt niet mee, zie. Ja, kijk. Ik heb oorbel laten schieten. 6 augustus heb ik dat laten doen met mijn meter. En ik ben er blij mee. Oh, nu kom je wel in deze, hè? Tikkie. Kom, nee, ho. Hey, hier kom je dus niet. Kom. Ik ga gewoon eerst het zadel even passen. Maar ik wil het zadel eerst even passen. En dan. En dan ga ik pas. Misschien eerst even. Ik ga gewoon even met de borstel erover. Dan het zadel passen en dan kijken of het past. En dan ga ik. Jullie eerst even wegzetten. Ik kan niet praten en dingen doen tegelijk. Ja, dat ding vasthouden. Ja, oké. Dus ik ga eerst even een borstel pakken. Met de borstel erover gaan. En dan even passen. En als dat niet past, dan doe ik het anders zadel. En als dat wel past, dan is het goed. Ik ga even een borstel laten. Zo, ik heb even het zadel, ja, hier is het ding, dat ik het even opgelegd en ik heb hier een borstel. Ik ga even gewoon over de plek waar het zadel komt, even rap over. Dat de meeste kraan nog af is. Want ja, dat zadel is nog niet allemaal van ons, dat is even gaan passen. Dus dan wil je niet dat daar vuil is. Zo. Zo, yes! Ik heb er net een paardenknop in gelegd, of ander kan dat los trekken volgens mij. Oei, daar gingen jullie. Ik zal je hier zetten, zo. Dan kun je een beetje meekijken. Kijk, hier is dat ding waar ik het op heb gelegd. Zo. Ik ga eerst de hoes eraf halen, want er zit een hoes over. Het is wel een dressuurzadel. Maar als het past bij Orlando, wil ik er eens even springen om te kijken of dat past. Kijk, dit is het zadel. Maar dat is wel zwaarder dan mijn zadel. Zo. Dat ziet er oké uit. Wacht, ja, misschien zit er even een dekje onder. Ik heb een dekje. Nu kan ik eindelijk mijn prachtig blauwe dekje gebruiken. Daar ben ik gewoon het blijst mee. Oké, dit ga ik even afhalen. En dan even mijn prachtig blauwe dekje erop leggen.
zo. Abunda. Ik moet eigenlijk dan ook een lichtblauwe paardrijbroek, want ik heb een donkerblauwe paardrijbroek. Zo. En dan. Krabi. Even langs de andere kant kijken. Ja, ik heb altijd zo'n lichtzaal, dat is ineens veel zwaarder voor mij. Dat ziet er passend uit. Maar ik kan dat, daar moeten we even iemand voor laten komen voordat het is. Ja, de oud-eigenaar komt dan even langs voor even goed na te checken. Maar op het eerste zicht ziet dat er best passend uit. Even kijken of dat volgens mij ligt het hier wel recht. Ook. Het kan ook zijn dat ik nu dingen zeg dat past en dat eigenlijk helemaal niet past. Wacht eens, ik ga het er even afhalen. Even mijn dekje er eens goed onder leggen, want zo, zo en dan nog opleggen. En dan even goed leggen. Hop, diep in zich. Dat dekje dat komt op zich, zeg ik zo. Amai, ik ben hier goed bezig, hè? Ah. Zo. Het dekje ligt nu recht. Nu het zadel er nog recht op leggen. Zo. Ik denk dat het zadel niet goed is. Zo. Maar ik. Dat tikje nog een stukje. Dat tikje. Zo. Nu ligt hij volgens mij recht. Het scheldt me niet uit als het niet zo is. Maar deze single is denk ik veel te kort. Maar we zullen het even testen. Ga je daar zo eens kijken? Je hebt hier net alles opgeruimd, hè? Niet kijk, hè? Nee, ik ga niet te horen, maar... Ik ga niet zo blij zijn als je nu eens gaat kijken. Ja, dat is ineens raar, hè? Mijn man heeft nu ook al een paar maanden gewoon met een boom al zaten, dus ineens iets zwaarder, hè? Oh, dat past nog best daar, misschien wel. Maar ja, nu moet ik nog vastkrijgen. En dat is denk ik te zwart. Oh, het gaat wel, denk ik. Oh, nee, die single is veel te kort. Ik ga even mijn andere single pakken. Ik pak even mijn eigen single, die is veel langer. Kijk, dat is wel een groot verschil. Ik ga even kijken of die beter gaat passen. En waarom de personen dit wegdeden was, omdat hun hebben een pony en vroeger paste dit wel. Maar nu heeft hij een te smalle buik gekregen en dan krijgt hij, omdat dat een dressuurzadel heeft dat best lange dingen. Ja, hoe noem je dat? Zo van deze dingen. En dan schuurt dat. Dus, en bij Orlando hangt dat er niet echt tegen. Dus. Dan gaat dat wel. Maar ja. En ik kreeg daar ook wondjes van en zo. Dus ja, dan kan je het beter weg doen, denk ik. Maar u hebt ook niet voor heel veel geld gekocht. Dus. We gaan zien dat dit weer te lang is. Ik zou denken dat het pas is. Hier drukt het toch nergens. Daar, nee.
Op het eerste zicht past die. Oh, heb je een beetje jeugdschut? Op het eerste zicht past die. Dus ik ga even mama halen. Oké, mama, kom kijk, je bent verderop gezeten. Volgens mijn mama is het perfect. Ik ben nu mijn eigen beugels eraan het hangen, want de beugels willen ze graag terug. Dus nu de andere, en dat is best lastig eraf te krijgen. Maar het is me gelukt, dus even deze nog en hij is klaar. Zo, ik ben al onderweg naar de piste. Ik kan er ook veel makkelijker zonder krukje op stappen, dus dat is al een voordeel. En het lijkt dat Orlando veel sneller gaat, want hij draaft ook sneller en zo. Dat is wel chill. Maar ja, ik ga nu even naar de piste en ik ga zo ook even Anna bellen. Voor te kijken wanneer ze langs kan komen, voor te kijken of het goed zit. Maar volgens mij zit het goed. Ik ga ook even kijken of het goed rijdt, want ja, als het niet goed springt, dan is het een beetje een nadeel. Maar dan kan ik ook weer als buitenreis aan of zo gebruiken, want mijn beugel valt er vooral af als ik buiten aan het rijden ben. Dus dan kan ik het bij dan best gebruiken, denk ik. Want ja, hier zitten dan clipjes aan en mijn beugel niet zomaar kan afvallen. En bij de andere was dat niet. Dus dat viel er dan zo af. Oké, ik ga wel even mijn sprongen terug moeten zetten, want die zijn een beetje gaan wegwaaien. Dus ik kom zo terug. Zo, ik moet mijn dotsbiet even opnieuw maken, want die vindt los. Alle sprongen zijn gezet. Nu even opwarmen. Ik ben al opgewarmd, maar het is heel warm. Het waait wel een beetje, maar als het, even niet meer waait, dan is het even mijn steek wel warm. Maar nu even opwarmen, mijn dot opnieuw maken en dan springen. Ik ben al even aan het rijden, ik heb alle sprongen al gedaan. Ik ga deze, ja, ik weet niet of die dubbelen, misschien. Ja, die valt er weer af, maar die ga ik, heb ik nu één keer gedaan, even die flink gedaan. Maar die ga ik ook niet filmen, want soms gaat dat wel eens fout. En dan gaat hij direct naar links en met één hand, dat gaat niet dan. Als hij dan ineens omdraait, draaien. Nu mag je draaien. Ik ga even mijn turf wat korter pakken. Hey. Ga je nou toe? Wacht hoor. Schatting, naar daar. Ik ben even mijn camera heel dom aan het vasthouden, maar dat moet even, want anders luistert hij niet. Ik hoop nu niet dat hij gaat weigeren, hè? Ja. Kijk, laps, hè. Als hij doorheeft dat ik hem niet goed kan besturen, dan gaat hij weigeren. Kom aan, hè. Even luisteren. Ik ga even wat roepen. Mijn stem maar voor even. Dan luistert hij, hè. Kom, naar. Naar daar. Ik heb ook mijn zweepje niet, dus. Oei! Dat was flinks, hè. Dat was flink, hoor. Nu is hij... Dat zat er echt heel veel pit in. Toen waren we zo die twee sprongen, heel, dacht, ja, niet altijd, maar zo even achter elkaar te springen. En dan dacht ik even van, oh, rustig. Want dat lijkt soms ook even dat hij wat bokt tijdens het galopperen. Maar het is gewoon dat hij zijn hoofd helemaal naar beneden trekt. En of een galopswissel doet of zo. Kom naar daar. Nee. Hey. Ho. Hey. Nu ben je niet flink, hè. Kom maar. Ik weet niet of dit goed gaat, maar ik hoop het wel. Die gooien dus een gat heel hoog. Ik ga deze nog eens doen, want daarnet deed hij niet zo flink. Kom aan, hè. Dat is lastig om mijn teugels goed kort te pakken. Als ik met één hand, dus ik deed gewoon dat. Even niet mijn mond. Kom, naar links. Naar links. Kom aan. Die sprong er half tegen. Ik ga even nog eens doen zonder camera en dan even goed doorjagen, want hij doet het niet zo flink nu. Twee keer flink gesprongen. Ik ben wel beloofd dat hij nu één keer goed springt met camera. Dan gaan we stoppen. Nee, naar rechts. Ja. Ja, dat was een goeie. Dat was flink. En dan zo gaan we nu stoppen. Zo. We zijn klaar. Dat is een flinkje, hè. Ik wil ook zo uitstappen, dat kan ik wel met één hand. Ik wil zo'n soort borstband, zo
Dat je zo, en dan kan ik mijn gezin daarin zetten. Dus dan kan ik hoger spangen en zo, en buitenrichten en zo filmen. Dus dan gaan er ook veel meer filmpjes komen. Want nu is het gewoon lastig om te filmen op terwijl je springt. Zeker die hogere. Die zijn ook een beetje, soms doet er landen een beetje vervelend over die hogere. Dus dan is het veiliger om met twee handen te springen. Maar ja, we zullen gaan afzadelen. Dus geef zeker een duimpje omhoog, abonneer onder en doei!